Jongens, laatste clip met de microfoon van de camera zelf. Want we zijn onderweg en we gaan de nieuwe microfoon halen. Let's go. Hoppa! Let's go! Maar jongens, zoals ik net al zei, ik heb dus nu net mijn nieuwe microfoon opgehaald. Ik weet niet of de audio nu al werkt en of dat heel veel beter is. Dus laat dat sowieso eventjes weten. Want dan weet ik of het de moeite waard is geweest om deze te kopen. En anders doe ik hem gewoon weer weg. Maar in ieder geval ben ik nu gewoon weer lekker thuis. Ik zou zo nog eventjes een filmpje maken met mijn telefoon van hoe de camera eruit ziet. Het is best wel een groot ding namelijk, want ik heb een wat kleinere camera. Maar ik vind de kleuren wel echt super mooi, dus ga ik even laten zien. Dit is dus de camera, jongens. Met de nieuwe microfoon erop. Maar wat ik dus ook al had gezegd, is dat dit weekend Down the Rabbit Hole is. Ik had een mailtje gestuurd naar de organisator van hey, kan ik op het terrein filmen? En dat mag niet. Dus dat is wel jammer. Ik mag wel met mijn telefoon filmen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen op mijn telefoon. Ga ik gewoon daarmee vloggen. Ik ga in eerste instantie nog even proberen om deze camera mee te nemen. Want daarvoor heb ik ook een nieuwe microfoon gekocht. Dus dat ga ik allemaal laten weten. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe Down the Rabbit Hole gaat zijn. Joey Badass komt sowieso. Dus dat vind ik vet. Burna Boy, als het goed is komt hij ook deze keer wel. En ja, dan ga ik jullie gewoon meenemen daarmee. Jongens, ik heb nog even snel wat kleine aanpassingen gedaan aan de microfooninstellingen. Volgens mij is het nu wat beter. In ieder geval ga ik nu lekker naar Mi Barrio toe. Ga ik even lekker eten. En dan hebben we vanavond nog geen plannen. Morgen heb ik wel vroeg stage, dus ik denk niet dat ik het heel laat ga maken vandaag. Mama is weer hard aan het werk. Ik weet het niet. Op mijn vrije weekend dan. Ben je vrij? Ja! Wow! Leuk hè, weekend. En Nico ook. Lekker man. Heerlijk. En wie zit er aan de bar? Ik zit lekker aan de bar, hier lekker te chillen. Ja, ik ga geen bier drinken, ik ga Ranja drinken. Want, ja, uit een bierglas. Want we gaan dit weekend weg, dus dan wordt er genoeg gedronken waarschijnlijk. Oh ja, mensen, er is trouwens echt iets lijps gebeurd. Ik was aan het skaten en ik landde, laat maar zeggen, een kickflip met twee voeten op de til en daarna schoot mijn plank onder me uit. Maar ik zit echt nu zo dichtbij. Dus ik hoop dat ik hem binnenkort kan landen. En ik hoop ook eigenlijk dat ik kan filmen. Dus dan ga ik hem gewoon eventjes oefenen. Zet ik mijn camera neer. Of ik laat iemand hem filmen terwijl ik hem doe. En dan hoop ik dat die goed gaat lukken. Jongens, ik ga zo meteen even met Daan een drankje doen. Maar daarvoor, ik ben even in het skatepark gegaan. Dus ik ga nu eventjes weer de kickflip oefenen. Want Jip die zei gisteren van je kan hem zo landen. Dus ik ga nu even de camera neerzetten. En dan ga ik jullie even meenemen. Ziek. Oh. Jongens, zoals jullie zagen, ik ben best wel dichtbij bij de kickflip. Maar het gaat nog wel echt mijn missie worden. Want mijn voorste voet landt ik er elke keer niet op. Maar Daan die stond ook blijkbaar te wachten bij de parkeerplaats van de wedrennen in plaats van bij het skatepark. Dus ik ga nu even naar hem toe skaten. En dan gaan wij lekker een drankje drinken. Dus neem ik jullie gewoon gezellig mee. Hallo? Cadeautje gekregen, mooi hè. Hoezo heb ik een cadeautje gekregen? Gewoon omdat ik heel lief ben. Ik vond een korte shot. Een korte shot in de cafetaria. Daan gaat eerst een dure donor eten. Cheat day. Daan heeft lekker gegeten. En nu gaan we lekker een drankje doen bij Mi Barrio. Ik weet niet of Nonna en Niek nog aan het werk zijn. Maar misschien wel. En dan zien we hun ook nog eventjes. Wat heb je voor gekke dildo op jou, Cammy? Jongens, we gaan onze tickets ophalen voor Down the Rabbit Hole. We zitten met z'n vieren in de waggie. En gaan onze bandjes er alvast ophalen, zodat we morgen lekker snel naar binnen kunnen. Gaan we op de camping? Oh ja, parkeerticket. Oh, dat was ja, heb je hem nu al? Yes. Hoppa, een mooie sticker erbij. Hey, yo, dankjewel. Jongens, we zijn binnen. Hey, we zijn binnen, let's go. Het wordt lit. Daan is gewoon nog kipnuggets aan het eten hier.
Dus kijk, ik ging eerst naar binnen. Ja, dat is wel een probleem trouwens. Ik heb geen ID meegenomen. Dus als ze mijn ID vragen, dan kan ik niet naar binnen. En dan moet ik morgen mijn wristband ophalen. Wristband. Maar dat komt wel goed. Kijk, Niek heeft de Mackie bij. Voorraad. En die moeten we dus even af gaan geven. Maar zij komt wel naar de ingang, toch? Non? Ja, ze staan er al. Oh. Nou, dat komt dan helemaal goed. Beter even naar buiten komen. Huh? Hebben ze een biertje mee? Zeg dat even. Ja. Ik hoop het wel. Vorig jaar, even niet op mijn haar letten hier, want de wind is echt faya. Maar vorig jaar, toen was Daan verdwaald. En toen is hij de hele nacht dus weg geweest. En ja, zijn telefoon was leeg, dus we hebben niks meer van hem gehoord. Toen hebben wij hem gewoon hier achtergelaten, want wij wilden gewoon naar huis toe. Dus dit jaar komt er een episode. Daan verdwaald bij Down the Rabbit Hole. Daan die moet zichzelf gewoon gaan vloggen. En dan komt dat aan het eind van de vlog nog erin. Is dat zo? Nee. Kijk deze boys, ze hebben een hele tafel meegenomen. Meegenomen? Ja, wij waren er onderweg. We hebben Mackie mee. Lekker zeg. Heerlijk. Wat is dat? We hebben het eten afgegeven. We hebben nu dus muntjes. En dat is, laat maar zeggen, voor je beker. Maar ik weet nu al dat ik die muntjes kwijt ga raken. Ik weet nu al dat ik twee drankjes maar kan vasthouden. Dat ja, is jammer. Dat is ook jammer. Want ik wil gewoon twee van die treetjes vasthouden. Is een man zegt nu net tegen mij, dit is het jaar voor mij. We lopen weer terug naar de auto. Morgen gaat het allemaal beginnen. Maar dan... Ja, ik heb mijn bandje trouwens gewoon kunnen fixen, dus dat is top. Maar morgen ga ik gewoon mijn telefoon meenemen om te filmen. Want het gaat een beetje lastig met deze camera. Nou jongens, zoals jullie wel een beetje hebben kunnen zien, dit gaat echt een druk weekend worden. Maar ook heel veel leuke dingen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om hier naar te kijken. In ieder geval gaat het morgen beginnen. Ik ga morgenochtend nog naar stage. Maar daarna ga ik meteen op mijn camera doorfilmen. En dan gaan we direct naar Down the Rabbit Hole. En ik heb er ook echt super veel zin in. Dus ik hoop dat we leuke shots kunnen maken. En dat Daan misschien verdwaald raakt, waardoor hij weer leuke content kan opnemen. Maar Daan, let wel op jezelf. Maar dit zien jullie in de volgende vlog. We gaan dit overnemen in een extra episode. Vrijdag 5 uur, maar hier komt nog eerst even een trailer.